De Dappermarkt werd vandaag bezocht door een bijzondere gast, Job Cohen. Hij was op de markt voor de officiële aftrap van buurtleven.nl. Het lijkt mij op zichzelf vind ik het een mooi idee. Als je nou hier in de buurt woont en als je dan of in een buurt woont en je kent je buren niet zo goed, maar je wil wat doen met je buren of je hebt een boodschap voor je buren. Hè? Boodschap voor je buren, buurtleven.nl. Ik vind dat wel een mooi idee. Op dit moment, dames en heren, gaat het gebeuren in de Dapperbuurt. Daar gaat hij. Buurtleven is online. Buurtleven.nl is een website die je op de hoogte houdt van alles wat er gebeurt in je buurt en die het ook heel makkelijk maakt om met mensen in je buurt in contact te komen. Je vindt er allerlei nieuwtjes uit je eigen buurt en je kunt er zelf je eigen nieuws op kwijt. Het bijzondere aan Buurtleven is ook dat je andere mensen een berichtje kunt sturen zonder dat je hun e-mailadres of naam kent. Heel makkelijk dus, want je hoeft dan niet meer van deur tot deur als je bijvoorbeeld iets met je buurtgenoten wilt organiseren. Buurtleven.nl is er voor iedereen in Oost-Watergraafsmeer, Zeeburg en in delen van Osdorp en Slotervaart. Alle bewoners hebben een brief van Buurtleven gekregen met een toegangscode. Deze toegangscode tik je in op www.buurtleven.nl. Daarna kies je zelf een inlognaam en een wachtwoord. Nu heb je alles in de buurt. En als je wil, kun je je huisgenoten ook toegang tot Buurtleven geven. Via buurtleven.nl heb ik mijn buren laten weten dat ik vanavond mijn verjaardag vier. En dat het best rumoerig kan zijn, maar ze zijn natuurlijk van harte welkom. Ik zocht laatst vrijwilligerswerk binnen loopafstand. En toen zag ik bij buurtleven.nl dat ze een vrijwilliger zochten voor één avond in de week. En wat denk je nou? Ik ben nu huiswerkbegeleider. Heb jij ook een boodschap voor je buren? Ga naar www.buurtleven.nl.